Dorpsvlegers en dorpsvlegelinnen, welkom bij de Oelewaalse Pronkzitting podcast. In dit bijzondere jaar blikken we terug met bijzondere personen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de Winterse Pronkzitting. Misschien wel de mooiste avond van het jaar. Zeker een avond die velen voor geen goud willen missen. In deze 9e aflevering heb ik iemand te gast die me liefst 11 keer op het podium heeft gestaan. In een periode van over 30 jaar. Altijd de lach aan zijn kont. Diverse typetjes kwamen op het podium, waarin ieder goed voor ging zitten. Klopt daar een beetje, Gertja van den Broek? Thijs, ja, goeie avond. Ja, nee, dat klopt, ja. Dat is, de komische noot, Gert. Wat weet jij nog van jouw allereerste pronkzitting? Dat is een beetje een algemene vraag waar ik altijd mee begin. Eerste pronkzitting. Waar ik me herinner, en de, weet ik niet of dat mijn eerste pronkzitting was, maar dat was een optreden van Jochem Vergelder. Die deed een bandparodie. En daar was ik toch wel heel erg gecharmeerd van. Vond ik super mooi. En Robert Meijer, die herinner ik ook nog wel. Die deed dan wel weer wat serieuzer werk, maar die vond ik ook altijd goed. En dat was een echte Winterse dan. Dus dat zijn dingen die ik nog herinner van vroeger. Ja, Robert Meijer was een zanger, geloof ik, hè? Ja, hele goeie. Ja, klopt. Jochem Vergelder, die was denk ik nog in Maaswaal toen beroemd, maar... Maar nog niet op televisie, nee. Nee, is allemaal goed gekomen. Is allemaal goed gekomen. Maar leuk dat jij je dat nog herinnert. Ook leuk om te horen dat je mensen op het podium hebben gestaan. Ja. Even kijken, ja goed, ja. En het heeft allemaal wel inspirerend gewerkt, Gert-Jan, want jij bent vrij jong ook op het podium terechtgekomen. Ja, dat kwam eigenlijk uit de tijd van de slopersprongzettingen. Toen waren eigenlijk, iedereen deed gewoon mee en playbacken was toen ook nog gewoon helemaal prima en het hoefde allemaal niet zo moeilijk te zijn. Daar heb ik enorm veel schik gehad altijd. En de logische stap daarna was eigenlijk het podium in de Paulus. Dus dat heb ik toen met Brian dan, ben ik ermee begonnen. En de eerste keer, dat was in 1989 zal dat geweest zijn, want in 1990 dat weet ik zeker, dus dan zal het wel een jaar eerder geweest zijn. En dan hadden wij een liedje van Tol Hansen, Big City. En hadden we een Winterse Paradie opgemaakt. En dat was best nog wel een moeilijk liedje. Al zei ik het zelf. Maar dat was onze eerste keer. Ja. Dus dat samen met Brian gezongen? Ja, ja. En ook het Winterse natuurlijk. En een jaar later werd het een buutachtig stukje. Ja, ja. Daar waren we toch iets beter in, denk ik. En dan in zingen. Dus. Oh, dan hoor je het wel. Ik het al. Ja, wel. Maar daarna toen kwamen we met. Toen heb ik eerst nog een jaar. Want Brian ging het schip op. En die zat in Rotterdam op school. Dus dat was allemaal wel lastig. Maar toen heb ik met. Hennie Stevens, die had toen een keer de. Een bejaardachtig iets gedaan met Fransje. En de jaar daarna. Met mij de ober en de zwerver. Dat was echt een flauw stuk. En toen waren wij twee zwervers uiteindelijk. Wij hadden niet de ober erbij. Wij waren gewoon twee zwervers. En er was André van Duin. Goeie avond. Ja, goedemorgen. Ja, echt super flauw. Dat ging helemaal nergens over. En dat was toen de tweede keer. En daarna ben ik met Brian, Jos en Joop genoemd. De twee homo's. Dus Jos en Joop, die bestaan eigenlijk al 30 jaar. Ja, dat is een hele oude homo zijn. maar dat was toen nog wel was niet zo makkelijk als het nou allemaal is. 30 jaar geleden, toen was wel een dingetje dat wij twee homo's deden. En waar ik me nog wel herinner is, Pieter van Os was er altijd best streng in, zeg maar. Mm-hmm. Maar we hebben het uiteindelijk toch gedaan. Ze waren ook altijd wel goed op de. Ze letten ook altijd wel goed op de inhoud bij ons, want het was nog wel eens een keer net over het randje of net niet. En het kwam ook wel eens veel dat wij gewoon, als ze kwamen luisteren, dan hielden wij gewoon een grepje die op de rij, die hielden we er gewoon uit. En die hadden ze dan pas de eerste pronk zitten. Ja, dat was het. Ja, met zeker dat je niet eruit gehaald wordt in ieder geval. En de tweede zagen we dan wel weer verder. ja, goed. Het zal misschien een scherpte zijn geweest, maar de typetjes die bestaan eigenlijk nog steeds. Dus het zal toch een succesvol optreden zijn geweest. Het was altijd leuk en echt ook echt lachen. Ja. Maar ook eigenlijk is de grootste schrik altijd gehad met oefenen. Mm-hmm. En ook de Kiemens 2 is dat natuurlijk anders als met z'n vieren, want we hebben toen
Toen hebben we nog een keer een liedje gezongen met een soort Urbanus-achtig iets, rikken tikken tik. En dan zat er een klas, daar waren dan onze vrienden met meiden en jongens, de McCoy, Roy, Mariska, Brian, of Chantal van Bruin, Wianda was erbij. En die moesten dan namen rooien, ook alles winstens georiënteerd. Daar hebben we nog 1 jaar gedaan en dan ben ik met Peter Vrijn, Wes Jansen, Bart Meijers. En ik zei de gek, we z'n vieren hebben vier keer de gevangenen gedaan, de jagers gedaan, de postboys gedaan en de klusjesmannen gedaan. Ik ben net Johnny Jansen. Ja, ja. Die onthoudt ook al. Ja. Ik heb een speakbrief, maar... Hoor maar niet zeggen, Kel. Nee, maar dat was, ook geweldig. Vooral ook ja, al die oefenkeren. En Bart, die had natuurlijk lange dagen. Die moest meer als vroeg op. En s'avonds was Duck Lord thuis. Dus die betrapte er af en toe dat je de ogen dicht had. Bang, terwijl wij tekst aan het verzinnen waren. En dat was dan... Ja, Veulel, Peter en ik, die dan lag Bart aan het slopen. Die zei, Bart, schijn nou shawarma te halen. was altijd super, super gezellig. Ja, op zich natuurlijk, ja, Peter en Wes, natuurlijk, ja, die hebben ook, mooie, dreuge humor, zeg maar. Dat vulde jullie goed aan, eigenlijk. Er zijn wel wat legendarische geintjes vandaan gekomen, natuurlijk. Ja, goed, eentje vind je misschien wel leuk, dat gaat dan over het bord Welkom in Winsen. Welkom in Winsen, ja, dat klopt. Ja, dat vond ik wel een hele leuke. Dat ging over dat de gemeente, daar stonden overal borden Welkom in Winsen. Of nee, niet Welkom in, Welkom in Weurt, tot ziens in Weurt. Welkom in Beuningen, tot ziens in Beuningen. Welkom in Ewijk, tot ziens in Ewijk. En wij in Winsen stonden helemaal geen bord. En zegt die ander, ja, nee, maar... Daar hebben ze juist in de gemeente iemand voor ongenomen, die iedereen welkom heet. En die wordt ook betaald door de gemeente. En Winsen hadden Jan Hopmans, een hoop zullen hem niet meer kennen, maar ook een hele hoop wel. En die stond eigenlijk altijd met de middelvinger omhoog naar iedereen, naar de wagens. Dus toen zeiden wij, en Jan Hopmans stond dan, welkom in Winsen, en dan zwaaiden niet. En als ze dan voorbij waren, en tot ziens met de middelvinger. Ja, dus dat was wel een leuk. Ja, heel leuk gevonden. En iedere keer als ik zo'n bord zie, dan mocht er nog wel eens een denken, zeg maar. Ja. Dat is serieus. Dat was goed gevonden. En even kijken, je hebt het 4-5 jaar gedaan, met groot succes, kunnen we eigenlijk wel stellen. Dus even kijken. En daarna is het even wat rustiger geworden, maar toen kwam Brian weer om de hoek kijken. Ja, weet je, op een gegeven moment worden ouder en drukker met werk en minder tijd. En ook moeilijk om steeds weer dingen te verzinnen. En het zijn toch vaak dezelfde mensen die dan ook gewoon leuk zijn om iets over te vertellen. En dan wordt dat moeilijker. En dan op een gegeven moment kunnen Bert gewoon, denk ik, dan stoppen. Als je op het podium staat, moet het ook echt heel goed zijn. Anders dan gooi je er ook niet staan. Dus toen hebben we daar een hele poos, zijn we er gewoon eind mee gestopt. Toen hebben we misschien wel een keer zin gekregen, toen Geert Gerts prins was, toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. En toen heb ik met Brian nog een keer gedaan. Mm-hmm. Onlangs dan, met Arno Verploegen toen die prins was, 2019 was dat, ik lijk John Jansen, die heet ook allemaal precies, maar die... die was ook weer heel erg gezellig om te doen. Dat was een heel mooi stuk. Ik denk dat ook de jongste jeugd leerde kennismaken met Jos en Jo. Ja, dat was een goede kennismaking. Ja. Heel leuke mopjes. En ja, jullie hadden hem ook perfect voorbereid, want er kwam eigenlijk amper speakbriefjes aan te pas. En het ging allemaal uit het cupje. Het ging feilloos uit het cupje, ja. Ja. Dat was vroeger anders, maar dat was daarom goed... Goed ringstand, ja. Ik zei in het begin, Gert-Jan, trouwens om erop terug te komen, het was hartstikke goed gelukt. Het was een hartstikke mooi stuk. Ja, vroeger hadden wij de teksten in, en niet dat we dat nou helemaal zaten lezen, maar die hadden teksten verstoppeld in de privé of in de story en de bladeren en de lezen, maar dat hadden we nou bewust niet. We hadden alleen woordjes dat we de grappen niet vergaten, want dat zou zonde zijn. Maar dat viel goed, een keer uit de kop.
Ja, nee, hartstikke leuk. Dat is, en dan kun je het echt mooi over zo. Ja. Gert, even kijken. Ik zei straks in het begin 11 jaar opgetreden. Maar er zitten natuurlijk ook nog wel optredens van de Raad van 11 bij. Ja, die zitten er niet bij. Nee. Die komen er nog bij, Thijs. Hè? Ja, er, en er is... Ja, mensen vergissen wij niet. Er waren ook een stuk of... Ja, 11, denk ik. Ja, 11 jaar. Ja, zoiets. Ja, dat is... dat moet natuurlijk niet onbenoemd blijven in deze podcast. Even kijken. Want ja, dus het spits moet er altijd afgebeten worden door de Raad van 11. De toon moet worden gezet. Ja. En ja, dat... Dat waren toch jaren bij dat het toch heel goed lukte. Ja. Wat heb je jouw eerste optreden nog, Geert? Als raadsmaatlid zijn? God, nee, dat zou ik niet meer weten. Nee. En even kijken, welk optreden is dan bijgebleven? Dat je zegt van nou, dat is... Ja, we hebben echt dansoptredens gehad. Met, dan heb ik dat even niet onthouden, dat liedje. Maar dat Erik Franke zo op die manier het podium opkwam en... Ja, daar hebben wij met Tanja echt geoefend. Ja, dat is gewoon niet normaal, zoveel tijd erin zat. Dus die stipt nog, nog wel het beste bij. En ja, Lutz, dat we met de uit het water doken en de stijl, de zwemmen. Die stipt me ook heel goed bij met Huub samen. Dat was ook geweldig, dat weet Huub ook nog wel. Ja, daar zit nog wel een verhaaltje aan gelegen. Het is een mooi verhaaltje, ja. Ja, iedereen weet dat we onderling bij de Rood vanavond altijd proberen iets te flikken en te doen. Ja, en ik vanaf het moment, de eerste keer de pronkzitting die ik als Rood van 11 lid meemaakte, kwam ik boven het podium. Ik gooi zitten, ik denk verrek, waar zit ik hier laag joh? Maar niks in de gaten, ik keek al een keer naar die anderen, maar ja, die zijn ook allemaal groter dan ik. Ik denk, nou, het is gewoon geen doen voor hier de hele avond. Verleden hebben ze gewoon 15 centimeter onder de poot uitgezagen. Dus ja, op een gegeven moment kreeg ik het in de gaten. Maar we hebben natuurlijk een grote schrik. Maar ja, ik denk, ja, vat jullie van eigen zorg een keer terug. En dat gebeurde dan ook wel, regelmatig. Maar dan zijn er nog wel heel mooie dingen. Bijvoorbeeld de Nijen, die moesten dan wel, die moesten eigenlijk wel iets, daar moest altijd iets mee gebeuren. En het mooiste was John van Nooyen. We hadden een keer een hele vrijdagavond gespendeerd om zo'n heel slangetje te leggen, zeg maar, helemaal onderlangs. En die eindigde precies bij John van Nooyen in het kruis. En zo'n grote spuit hadden we, helemaal vol met water. En ik zou dan afdrukken, zeg maar. Maar... Ik had al die dag tegen heel veel mannen gezegd van, je moet vanavond op John van Nooyen letten, op John van Nooyen letten. En dan met het proodstukje, want dat is het mooiste, dan is het vrij stil in de zon. Dus dan komt het beste over. Nou, dus op een gegeven moment, het proodstukje was begonnen. Dus Huub en Erik Frank, want die wisten ook ervan, knikken naar mij en ik, ja knikken. En ik gaf een klein zetje aan die spuit en begon bij mijzelf wel te druppelen. Maar ik denk, ja, hij zal een beetje lekken. Dus ik geef hem een slag aan die spuit. Nou, eigens helemaal zijknat in mijn kruis. Niet normaal, wat bleek. En dus die zaterdag overdag hebben ze die hele slang omgelegd. En niet bij John van Nooyen, maar bij mij dat te eindigen. Dus ik spoor mijn eigen zijknat. Oh, met oorsprong zitten, geweldig. Ja, dus ja, nou, ik kwam niet bij. Ik denk, jezus mina, moet ze me god verwerren hebben. Maar ook dat was geleend. Want daar begonnen net over die keer dat wij dan in dat zwembad, dat wij aan het duiken waren met dat stijl. Ja, schoon zwemmen. Schoon zwemmen. Toen stond Huub, toen had ik ook een spuit met water verstoppeld ergens. Dus onder die kussen, stond die lager allemaal. En Huub stond zo, links en rechts had hij iemand in de nek. Hij kon dus geen kant op. En ik dacht, aan de voorkant, joh, nou, ik spuit dat ding liggen op zijn zak. Nou, niet normaal. Ja, daar hebben we ook al een beeld van. Dus ja, hij kon geen kant. Hij zat ook te lachen. Dat was prachtig. Hè? Ja, dat filmpje ook. Je moet zich voorstellen, mensen in de zaal hebben echt niks in de gaten. Want er gebeurt van alles achter de zeil. Ja. Ja. En iedereen lag helemaal blauw van het lachen en misschien dat er af en toe een keer een rood cupje omhoog kwam en ja, dat was toor van. Ja, dat was heel leuk. Ja, en Ruud Jacobs, die was toch ook altijd, die hebben we een keer moeten, hebben we er tijd voor? Want ja, maar zeker. Ja, nee, ach, dat kan. Ja, dat is ook een mooie. Ruud Jacobs, die stond er bekend altijd van het eten.
pinda's en noem maar op. En er kon geen hapje voorbij komen of Ruud die had hem te pakken. Toen hadden we het idee, dat was de lotje van Ruud. Ja, dat idee hadden we enkel jaren eerder, maar daar was er nooit van gekomen. Maar toen was de lotje, die zei, ja, nou moet het echt gebeuren. Vooral Eef Huisman, die wist daar van de wasabi. Nou, tegenwoordig met de sushi en zo is dat allemaal wel bekend. Maar toen had ik er ik wist dat het bestond. Maar nou, Eef had dat meegenomen, zijn tube wasabi. Kum op een gegeven moment, die had iemand dus, had wasabi in dat rulletje gedaan. En wat gebeurt er? Ze geven ze gewoon rond met dat ding. En Ruud vindt zo'n rol wasabi en het heeft me niks in de gaten. En hij had gewoon deur. Dus ik denk, jezus mina. Ik denk, weet je wat? Ik gooi op een gegeven moment tijdens de prongzitting. Ik denk, ik gooi terug en ik gooi die spuit wasabi worden. En ik gooi er veel meer graai in doen. Maar ik wist niet dat Roy de Leeuw dat ook al gedaan had. Dus ik pak op een gegeven moment, kom ze weer voorbij met de graai. En dus ik denk, vat ook zo'n rap. Hak gewoon voor eigenste graai erin zitten. Nou, niet normaal dan. Een rode hersens kreeg ik. En ik stond, ja, het stond, ik stond, ik zat op het podium, dus ik kon eigenlijk weinig doen. Alleen snel maken dat ik iets drinken had en weg kon spullen. Ja, dat waren allemaal leuke dingen. Ja, het is, er gebeurt van alles. Ja, prachtig stel, rood, snel. Dus, ja, je hebt vorig jaar afscheid genomen, Geert. Ja. Maar goed, ja, nog altijd bij de carnaval betrokken. Lid van het convent, natuurlijk. Tuurlijk. Even kijken, ja, dus ja, dorsvliegen binnen eigenlijk. Voor altijd. Ja, dat, zeker. Ik, straks 6 februari is er een digitale pronkzitting, Geert. Ja. Ja, jij zit ook wat te kijken natuurlijk. Ik zit zeker te kijken, ja. Ja. Liefst had ik gekeken met een clubje mensen. Maar dat gaat helaas niet. Maar ja, het lijkt me heel erg mooi worden, ja. Ja, ik weet er al een aantal die meedoen en dat verheugt mij gewoon. Ja, nee, ja. Ik denk ook wel terecht. Ik hoop dat het een hele leuke avond wordt en toch een beetje een alternatief is. Ja, voor, ja. Ja, goed, het is natuurlijk allemaal anders dan anders, maar... Ja, nee, maar dat kan helemaal goed. Ja, je moet toch goede met de riemen die je hebt en toch maar iets voor zien te maken. Ja, dat vind ik ook. En volgens mij is dat wel, ik denk, aardig gelukt. Geloof ik ook wel. Even kijken, ja. Even kijken, dus ik gooi een beetje naar de afronding toe ook. Want ja, goed, Jos en Joop die hebben ooit eens... 16 jaar, 17 jaar na afloop nog een keer een comeback gemaakt. 2002 en toen in 2019 weer. Ja, maar Arno, 17 ja. Jaar, ja, 17, ja. 17 jaar. Geet de volgende optreden gaat toch geen 17 jaar meer duur, Geert? nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, dat zou eigenlijk wel eerder kunnen gebeuren. Ja, het is leuk om te doen. En als je weer een beetje inspiratie hebt... Maar vroeger hadden we toch wel meer van die authentieke mensen, hoe zeg je dat, van die durfsfiguren. En er zijn er toch een aantal wel overleden, wat jammer is. En die hadden, daar hadden toch altijd wel leuke dingen van. En dat is toch, ja, toch elke keer weer, je moet het toch elke keer iets, en om de steeds dezelfde, dat gaat niet. Dus ja, we kunnen beter een paar jaar wachten en dan weer een keertje goed terugkomen. En dan, goed. Het is wel fijn om te horen dat je ooit nog een keer terugkomt en dan waarschijnlijk samen met Brian natuurlijk ook. Het zou mooi zijn als we, dat hoeft ook niet voor één keer te blijven natuurlijk wel, maar dan gaan we er weer goed voor zitten, Geert. Dan gaan we er zeker goed voor zitten, absoluut. Dat, ja. Geert, moet ik jou kei bedanken voor jouw hele vrolijke, leuke bijdrage en ik heb ervan genoten en ik hoop dat luisteren er ook van geniet, maar... Daar ga ik eigenlijk wel gemakshalve vanuit, want er komen al leuke dingen voorbij. Dankjewel voor de uitnodiging, Thijs. Hartstikke leuk en succes met de andere uitzendingen. Kom goed, hoop ik. Hokiedo. Joep.